Groet mensen, ik ben het allemaal leuk dat je kijkt naar dag 186 van deze Pam Survival. Ik heb er zin in, ik jullie er ook zin hebben. En mijn dieren maken een herrie. Oh. Holy shit, misschien moet ik het even iets zachter zetten. Zo, there we go. Dat is echt een hele erg herrie. Uh, we gaan natuurlijk iemand op de uh, wall of fame zetten en een invite natuurlijk geven. En de invite heeft gewonnen, slash whitelist. Het is gewonnen door V 99 als ik het goed heb. En het W99, there we go. Die staat op de, op de whitelist. En ik zou zeggen gefeliciteerd. Want het is natuurlijk super tof als je lekker op de server kan. server.projectMacraftia.nl. Als jij ook wil, of uh, server.projectMactia.nl, als het goed is. Of zei ik dat? Ik weet niet meer. Het, het is nog ochtend voor me, het mag nog allemaal. Uh, als je ook op de server wil, kan het heel makkelijk. Je kan een kitje kopen of je kan een invite winnen. Het is maar net wat jij wil. Um, ik ga zo meteen even verder praten over de server. Uh, ik zet hier iemand op de Wall of Fame. En dat is geworden. Even kijken. Wall of Fame. There we go. Dat is geworden. Uh, Rick. Aardman. Oh, met moet wel mooi. Aardman. There we go. Is dat met een T? Ja. Aardman is met een T blijkbaar. Hoppakee. Rick Aardman. Die zat op de Wall of Fame. Dit moet eigenlijk een andere. Dit is nou, dit is ook een wall eigenlijk. hè? Holy shit. Het zijn zoveel mensen. Moet je kijken. Zo vet, hè. Kusjes, Gromheer. Muhaha. Ik wil Sam opeten met peper en zout. Nee, dat wil ik niet. Wil ik niet. Maar, in ieder geval, wat gaan we vandaag doen? Ik wou eigenlijk uh, een begintje maken met mijn uh, toren. En dat wil ik inderdaad als een sandstone toren. Want ik heb zoveel sandstone. En dus dan wil ik het eigenlijk ook als een sandstone torentje gaan maken. Um, als het goed is, heb ik ook nog ergens lazuli. Jullie zeiden allemaal tegen mij van, oh mijn god, Sam, je moet. Uh, Blauwe wol en lapis bij elkaar doen. En dan moet je PM erop schrijven. Dat ga ik ook vandaag meteen doen. Dus we gaan wel even lekker wat, uh, wat doen vandaag. Dus dat is wat chill. Kijk, dan doen we zo. Hoppakee. Met bij, krijgen we blauwe wol. 44. Super chill. Maar over de server. Mensen vragen zich af: waar blijft Project Lord of Rings? Waar blijft uh, de, 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 de hub? Waar iedereen in kan. Waar blijft de minigames? Waar blijft de PVP wereld? Nou, ik kan zeggen, uh, we zitten er echt. Constant aan. Tenminste, Warts-team zit er constant aan. Uh, dat schiet al, denk ik, best wel heel erg veel op. Uh, we hebben zojuist de server binnengekregen. En holy shit, dat ding maakt een herrie. We hebben binnengekregen, alleen... Uh, ik zal even direct vertellen. We hebben uh, RAM gekregen. Uh, we hebben geen goede RAM gekregen, om zo te zeggen. Er zit iets in de computer... Uh, dat, dat moet je er allemaal zelf in doen. Moesten wij zelf in doen. En uh, ze hebben iets verkeerds hebben ze geleverd. Iets, twee verschillende producten die niet met elkaar kunnen werken. Dus wat we nu moeten doen is we moeten dus nu een nieuwe RAM kopen. Dat hebben we al gedaan. Nu komt het als het goed is binnenkort. Uh, binnenkort komt hij er aan. Dus dat is wel weer chill. En dan moeten we dus uh, dat erin doen. En dan moeten we naar Dronten, dacht ik. Ik weet niet, ergens in. Uh, in uh, weet ik veel wat. Nowhere land. Ik weet, ik weet het echt niet. Game mode 0. Hoppakee. Okay. Oh shit. Nee, game mode. Ja, de game mode 0 was wel goed. Slash fly. Ik denk al, maar ik, ik moest gewoon fly aan het zetten. Want ik wil natuurlijk wel kunnen vliegen. En dit we kunnen weghalen. Dus okay, nu moet ik een P maken. Dit wordt nog echt heel moeilijk, denk ik. Dit kan ik denk echt niet. Oh shit, ik doe het nu al verkeerd. Oh nee, het wol valt weg. Wol. Kom hier. Kom hier, wol. Oh nee. Shit, waar is mijn wol nou? Wacht even, jongens. Doe even mijn shaders uit. En dan kan ik even onder water kijken. Nee, dat was natuurlijk een shader waar je door het water kon kijken, of niet? Cartoon. Deze. Wow, dit ziet er wel mooi uit. dat is er niet. Ehm, um, 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 Grand Light. Was dat hem? Ja, kijk, nu kunnen we onder water kijken. Hé, waar is het wol? Het wol is gewoon weg. Het wol naar beneden. Zit hier boven? Oh, hij zit hier waarschijnlijk. God damn it, troll. God damn it. God damn it. Oké, okay, nou in ieder geval dus. Um, dan moeten we naar Dront ongeveer. Daar is de server. Uh, uh, park, om het zo te zeggen. Daar kunnen we de server erin zetten. En dat is ook wat we moeten doen. En dat, dat, gaat, dat, dat proberen we dus. Dat gaan we dus proberen. Om dat zo snel mogelijk te doen. Alleen, zoals jullie al weten, het, het gaat nog een beetje stroef. Omdat we natuurlijk al die dingetjes die we dachten dat het snel ging. Zoals de server dus uh, binnenkrijgen en al die dingen fixen, RAM en zo, dat dat snel ging. Nee, dat ging het dus niet. Dus daar balen we best wel heel erg veel van. En daar kunnen we natuurlijk ook dus helemaal niks aan doen. Dat moeten we maar gewoon afwachten. Maar zodra de server er is, dan, ik denk zomaar, ik, ik, ga, ik, ga, ik ga denken, dus ik zeg niet of het echt zo is. Dan duurt het ongeveer nog twee, drie weekjes, misschien nog een maand. Ik, ik, zeg, ik zeg nu allemaal dingen wat ik niet zeker weet, hè, jongens. Dus ga alsjeblieft niet zeggen van, oh mijn god, Sam, Binnenkort komt de server er dus. Nee, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar dus binnenkort komt wel sowieso de server. Uh, dat zal dus super chill zijn als die er eindelijk is. Want ik kan zelf niet wachten. Ik, heb, ik, ik weet er zelf helemaal niks van. Dus ik ben ook heel erg benieuwd. Zo, en ik denk als ik zo ga doen, dat ik een best wel leuk effectje krijg. En dan nog een keer zo. Dan krijg je denk ik een mooie M. En dan staat de PM op mijn, uh, op mijn, op mijn zeil. Dat staat denk ik wel vet. Zo, die pakken we. Kijk, P. En dan tuk, tuk, tuk. Oh shit, nee. Dat moment wanneer je een blok uh, verkeerd plaatst. Damn it. Zo, kijk. PM. Is een beetje stroef nog. Hij kan eigenlijk wel even een tikje hoger, hè? Zal ik dat maar even doen? Hij kan eigenlijk. Kan hij wel een tikje hoger. Dus deze. Moeten we even weghalen. Want anders, anders ziet hij er zo lullig uit, vind ik. Ziet hij hier zo saai uit. Hij moet eigenlijk net helemaal tot boven. Want dat is die andere ook, snap je? Dus als we nou zo doen. En dan hier eentje plaatsen. Oh, moet ik wel mijn shears pakken? Ik denk dat dit er beter uitziet. Ik denk dat. Of het is, ziet er juist dan heel lang uit. Nee, ik denk dat hij wel beter eruit ziet. Zo. Kijk. PM. Ik denk dat het wel vet staat. Het is, <laughs> het is niet het mooiste wat ik kan maken. <laughs> maar, there you go. Het ziet er wel leuk uit. Oké. Okay, we gaan een vuurtol maken. En die wil ik, uh, Ja, die wil ik hier maken. La, laten we die. Oh shit, ik klik allemaal op de verkeerde knoppen. Laten we die hier gaan maken. Um, nee, wacht. Ik moet eerst andere blok hebben. Maar dus uh, de server, de PvP-hub en zo, dat wordt super vet. Ik krijg ook best wel veel vragen over Project Lord of the Rings. Van Sam, hoe zit dat nou? Ben je gestopt? Gaat het nog door? Of hoe, hoe zit het? Nou, leg eens even uit. Leg het eens even uit in een video hoe het dan nou met Project Lord of the Rings zit. Um, ik kan wel zeggen: Project Lord of the Rings is sowieso niet gestopt. We zitten er alleen uh, druk bezig. Uh, tenminste dat is uh... David zit er heel erg druk mee bezig Die heeft de laatst iets van 30 uur Ingestoken om een map te maken En de map is bijna klaar Ja, zo groot wordt het Hij heeft er 30 uur aan gezeten met World Painter En de map is nog steeds niet klaar Denk daar maar eens over na Hoe huge de map wordt, 30 uur jongens Dat is echt sick veel Dat is echt sick veel Dus uh, we doen sowieso ons best Vooral David doet zijn best En daar ben ik hartstikke blij mee natuurlijk en nu wil ik dit gaan maken. En ik zit even te denken hoe ik dit mooi wil doen. Ik denk dat ik het zo. 1, 2. En dan weer hier. 1, 2. 1, 2, 3. Ik denk dat ik het zo wil maken. En dan moet ik hier weer. 1, 2, 3. En dan als het goed is. 1, 2, 3. En dan zo. Kijk, dan hebben wij een mooi beginnetje. Voor ons awesome. Nou ja, als het als awesome een wordt voor ons als awesome, een uh, vuurtoren. En ik wil hem eigenlijk. Nee, hij moet breder in het begin. Hij moet natuurlijk eigenlijk. Nee, hij... deze is niet goed. Deze is niet goed. Ik moet hem weghalen. Hij is niet goed. Hij moet breder. Hij moet veel breder. Zo, weg ermee. Deze moet veel breder. Dus dat betekent dat ik hem ongeveer zo moet hebben. Dit moet ook weg. Dit zand moet ook weg. Ik moet er vandoor, dus dan kunnen we. Dank je dat ik. Dat ik... Succes, succes, succes. Wat? <laughs> het kwam niet chill luid. Het is nog ochtend, dus het mag. Mag allemaal nog. En waarom is het ochtend? Waarom ben je dit in gods van mijn ochtend op? Vragen jullie waarschijnlijk af? Mag ik voor even, even tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, okay, dus 1, 2, 3, 4, 5. Denk ik. Dan 1, 2, 3. Oh, shit. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En dan weer 1, 2, 3. Zo, 4, hè? Nou, het klopt wel, denk ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I guess. En is 1, 2, 3, 4, 5. Klopt, helemaal. Kijk, dan, dan, ik denk dat dit er beter uit gaat zien. 1, oh shit, dan kom ik hier natuurlijk weer, hè. God damn it. 1, 2, oh shit. Kom op, werkt er niet mee. Zo, het is trouwens avond weer. Timeset 0. Ik wil dat het dag wordt. Het is veel vrolijker. Is veel vrolijker, moet je kijken. Just wat Sandstone. Oké, okay. okay, zo. En dan nu eentje naar achter en dan weer 5. Of dan moet ik hem eigenlijk daar connecten. Dus deze moet eigenlijk ook 1, 2, 3, 4. En hier moeten dan 5 tussen. 1, 2, 3, 4. Ik weet niet of die klopt. Klopt ie Klopt die? Klopt die? Klopt die? Klopt die? Klopt die? Klopt die? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hij loopt niet gelijk. Het is geen perfect rondje. Maar ik vind het, ik vind het wel. Ik vind het leuk. Ik uh, laat hem zo. Misschien is het wel extra spannend of zo. Weet ik veel. Misschien is het extra leuk als hij niet gelijk loopt. Maar in ieder geval, waarom neem ik dit vroeger op? Omdat ik een uh, serie opneem samen met de Dutch Terms alweer. Alweer zo'n... Wat heb je het over? We hebben, volgende week hebben wij uh, Hexit gedaan. Uh, ik heb 8 episodes opgenomen. Uh, dat komt op ons kanaal, Hexit. En bij hem gaan we Void's Wrath doen. Dat is uh, als het goed is, Dive in RPG. Waarom heb ik niet voor Void's Wrath gekozen? En waarom uh, Hexit? Omdat ik. Uh, Void's Wrath is eigenlijk de uh, main. De uh, main, main mod daarmee. Dus de, de belangrijkste mod is Dive in RPG. En Dive in RPG heb ik al gedaan. Dus daarom ga ik hem daarmee een beetje helpen. Om dat, uh, dat te doen. En Hexit heb ik gekozen. Omdat heel veel mensen vroegen om Hexit. En ik heb het al een keer eens gelivestreamd. En mensen vonden het leuk. En ik denk van, nee, weet je wat, laat ik dan maar een serie van me gaan maken. En het is serieus, het is echt serieus een hele leuke serie. Ik zal maar gewoon even binnenkort gaan kijken. Hij is denk ik deze week ergens online. Ik durf niet te zeggen precies wanneer. En ik wil ook even iets zeggen, want David heeft... Oh, het loopt hier verder. David heeft me ook uitgenodigd voor Community Craft of zo. Ik weet niet precies de naam ervan, maar dat weet hij als het goed is ook nog niet. Uh, dat is in ieder geval een server met allemaal YouTubers. Een soort mindcrack, vergelijken mensen dat mee. Ik zat gisteren in een call en uh, Arjan zei: het is een beetje Minecraft-achtig. En dat is het inderdaad wel. En dat is betekent dat je gewoon 1,5 vanilla Minecraft, dus helemaal normale Minecraft, geen mods, geen, geen troep, geen helemaal niks, gewoon alleen maar Minecraft, ga je dan lekker survivalen. That's it, huisje maken en zo. En dat wil ik eigenlijk gaan livestreamen. Ik wil het af en toe even een keer uh, gaan livestreamen gewoon op random tijden, wanneer ik zin heb. En lijken jullie dat leuk om, om dat te doen? Gewoon dat ik uh, op een server zit waar allemaal YouTubers op zitten. En David, Vakonov, uh, wie nog meer? Mitch ook. Ik weet nou niet waar Mitch vandaan was. Maar uh, ik kan het hier eigenlijk opzoeken. Wie er allemaal in zit. Even kijken. Ik zie uh, Ilko zit erin. Joris zit erin. Stijn zit erin. Dat zijn, ik denk dat het allemaal kijkers zijn. Vakonov... Zit erin en dat, dat is het denk ik nu, tot, tot nu wel. Kan ik het nog groter maken? Misschien zitten er nog meer mensen. Nee, dat is het nu. Um, maar ik denk dat het super, het komen echt als het goed ook meerdere mensen aan. Meer YouTubers komen er ook aan waarschijnlijk. En het is eigenlijk gewoon chill een huisje maken en gewoon gaan chillen met allemaal YouTubers. En dat lijkt mij wel leuk. Dat lijkt me echt heel erg leuk om te doen. Dus ik wil daar ook mee verder gaan. Niet echt, no life verder. En ik ga het ook waarschijnlijk niet op YouTube doen. Ik ga het ook gewoon alleen livestreamen. En daar hou ik het waarschijnlijk ook bij. Oh mijn god, zo'n warm livestream. Ik wil het gewoon zien op YouTube. Oh my god. Omdat ik denk van, ik heb al genoeg series lopen. En nu ik nog een serie erbij krijg. Uh, dus die Hexit. die ik elke week ongeveer ga uploaden. Twee, drie episodes of zo. Dan wil ik niet nog een uh, serie ernaast. Dat is gewoon heel makkelijk voor mij. Ik wil, ik wil dat gewoon niet. Dus ik ga het livestreamen. Livestreamen vind ik prima. Ik heb daar toch genoeg, of, uh, genoeg te doen met livestreamen. Kan je, maakt niet uit hoeveel je doet. Het is altijd wel leuk, vind ik. Als ik, als ik eerlijk mag zijn. Als je gewoon iets gaat livestreamen. Ook een een, een QA van twee uur. Het is misschien niet het leukste wat er is. Maar het is wel, je, kan het, je kan het gewoon kijken. En het is niet waar je echt denkt: oh mijn god, dit is echt het zijste wat er is. <tog> Net als met uh, Tech... Of uh, Techit, wat? Nee. Vita Beast gaat trouwens ook gewoon verder, jongens. Uh, ik heb Vita Beast, Dat kan ik wel misschien nog mooi over hebben. Uh, Vita Beast gaan we nu samen doen met Erwin. Ik heb Erwin gezegd van... Hey bro, ga jij eens Vita Beast leren? En dan gaan we samen Vita Beast doen. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat er dan meer progressie in zit. Gaat sneller. Gaat sneller, veel beter. Uh, ik zei natuurlijk in mijn eentje vind ik het chillen... Omdat ik contro controle voor, uh, voor alles heb. Maar de laatste tijd neem ik met Erwin op. En ik voel me heel chill daarmee. Ik, ik neem met hem op en ik voel me... Ja, heel rustig met hem of zo. Het, het is niet dat ik verliefd ben of zo. Fucking weird zal dat zijn. Maar het is... <laughs> het is ik voel me relaxed als hij bij me is. Qua opnames. Dan, hij is... Het is al een hele goede oude vriend van hem. En uh, ik heb zoveel tijd met hem doorgesproken. Alleen uh, sinds... Nou, wat zal het zijn? Tweede klas ongeveer heb ik hem helemaal niet gesproken. Dus echt, dit jaar heb ik, spreek ik hem weer echt heel veel. En het is serieus een hele goede oude vriend van hem. Van mij... En nu doet hij ook YouTube. En daar wil ik hem ook graag mee helpen. Dus hij gaat waarschijnlijk mij ook helpen met Vitabies. Hij weet er nog helemaal niks van. Maar daar gaan we verandering in brengen, jongens. Ik ga hem gewoon op een, uh, een huiswerkkamp sturen. Of zwaar om te zeggen. En dan gaat hij gewoon Vitabies leren. En dan wil ik Vitabies twee keer per week uploaden. En. Op zo'n manier krijgen wij een beetje vaste uploads op Project Minecraft, ja. dan wil ik denk ik elke dinsdag en donderdag, wil ik the Beast uploaden. En dat gaat veel makkelijker als we met z'n tweeën zijn. Dan kan je gewoon één keer zeggen van, hey bro, we gaan even maandag opnemen. Gaan we vier episodes opnemen, hebben we meteen voor twee weken. En dan doen we het volgende week weer. En dan volgende week weer vier, vier episodes. En dan volgende week weer. En dan zo bouw je een buffertje op. En door dat buffertje, dan mist er eigenlijk nooit een episode. Als het allemaal meewerkt. En als je ineens denkt van, shit, ik kan niet een keer op maandag opnemen... Dan zie je juist van ja, shit, wat nu? Nou, dat maakt niet uit. Dan doe je het gewoon één keer niet. En dan neem je de volgende keer gewoon weer vier keer op. En dan heb je gewoon weer een buffetje. Dus dat is op zich is het veel chiller om te doen dan. Uh, elke dag één keer opnemen. Want dat doe ik nu met Pam Survival. Ik neem elke dag één keer op. Maar waarom doe ik dat? Pam Survival is anders in zo'n serie. Want dat doe ik in mijn eentje. Dus ik kan zelf kiezen wanneer ik wil opnemen. Ook al is het een avond, ik kan het zelf gewoon kiezen in mijn eentje. Als je met twee gaat opnemen, of wel wellicht met meerdere mensen, zorg ervoor dat je meer, uh, meer, meer episodes hebt dan één. Zorg echt dat je er gewoon zes, zeven maakt of zo. Want straks kan er één iemand niet. En dan ben je fucked. Zelf met Valve Elduin. Alleen dat is wel iets anders natuurlijk. <laughs> Hetzelfde als Elwin, maar dat is iets anders. Dat kwam echt heel weird. Elk uit. In ieder geval, dit moet ik even allemaal met zand fixen. Ik heb geen Diamond Shuffle of zo, dus ik moet het allemaal met mijn hand doen. Ik weet niet waarom ik dat doe. Ik kan het ook niet maken, want ik heb geen sticks of zo. Maar zodra dit af is, vind ik het wel weer goed. Um, dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie gaan vinden van Fear Beast en van Hexit. Het is ook een super, We hebben ook een super toffe outro van Hexit. En we hebben natuurlijk ook elke week een upload van uh, Mist of. Nee, niet de Mist of Ryoth. Of, um, nou, waarschijnlijk ook. Maar van um, The Shards of the Void. Dus dat is ook super tof. Vinden jullie de serie leuk? Zo so, ja, check hem even. Hij staat er al lang online. En we hebben een heel tof outro daarmee. En wat is de Mist of. The, the Mist of Ryoth, zeg ik het weer. Wat is de Shards of Rye Of de uh, of Shards of the Void. Sharks of a fight, dat was het. Ik vergeet elke keer die naam, hè. Wat is dat? Het is een uh, CTM-map, dus uh, Complete the Monument. Je moet al het wol halen. En Erwin en ik gaan dat serieus completen. We gaan dat gewoon doen. Het gaat lukken. En dat is juist zo fucking vet eraan. Want we gaan het gewoon elke week, elke zondag, staan er twee episodes online: eentje bij mij en eentje bij Erwin. En zo gaan we gewoon een beetje heet het, verder. Totdat we het eigenlijk alles hebben gecomplete. Dus jongens, zeggen zeg hartelijk bedankt voor het kijken van deze Pen Survival. Als je hem leuk vond, vergeet dan even niet op dat groene duimpje te klikken. Dat helpt ons enorm vooruit. Ik ga hier een vuurtoren maken. Ik wil hem even later Wil ik hem best wel hoog hebben. Dus ik ben benieuwd of ik dat nog ga lukken binnen deze 10 episodes. 15 episodes zelfs. Nee, 14 episodes. Dus ik ben heel erg benieuwd. 1 episode gaan we natuurlijk. Uh, dag 109 gaan we natuurlijk tegen. En de Dragon vechten als het allemaal meewerkt. En meezit. En golfer is enzovoort. Dus jongens, hartelijk bedankt voor het kijken. Het enige wat ik kan zeggen is vandaag vanavond nog. Peace.